ik heb 25 jaar of 30 jaar heb ik schrijvers getekend met veel plezier voor kranten. Het Parool en voor NRC. En eindelijk zijn deze schrijvers die ik in die loop van de jaren getekend heb, zijn nu gebundeld in een kalender. En ja, een scheurkalender is natuurlijk een wegwerpproduct. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk om in de wc's van vele mensen aanwezig te mogen zijn. Iedere dag van het volgende jaar bij de mensen kunnen ze genieten van mijn portretten. En schrijvers tekenen is eigenlijk een van de leukste dingen. Want schrijvers hebben een vrij open blik. Ze zijn niet lelijker of mooier dan anderen. Maar wat ze, althans velen die ik getekend heb, niet hebben, is een versluiering in hun, dat ze een soort versluiering in hun karakter tonen. Ze zijn een vrij open boek, om het zo maar te zeggen. En dat is natuurlijk erg makkelijk om vooraanstaande schrijvers als Mulisch of Hermans, dat zijn open boeken. En die zijn natuurlijk prachtig om op die manier te portretteren. En die staan allemaal in deze kalender.